welkom bij deze nieuwe video. Als jij deze video bekijkt op de dag dat ik hem upload, dan ben ik morgen jarig. 18 september 1994 ben ik geboren. En dat houdt in dat ik al maar liefst 27 word. Oh my god. Iedereen is altijd in shock als ik vertel hoe oud ik ben. Want iedereen denkt altijd dat ik een stuk jonger ben dan dat ik echt ben. Maar jongens, ik word alweer 27. Oh my god. Mensen in de 40 en zo, die hebben nou echt iets van chick, je bent nog gewoon hartstikke jong. Maar ik voel de 30 naderen. Oh my god. En zoals elk jaar maak ik dan ook weer een verjaardags make-up tutorial. Dit wordt de look die ik ook echt daadwerkelijk ga dragen op mijn verjaardag. Misschien dat ik die dag ook ga vloggen, want ik ga worden verrast. We gaan dus iets doen met de hele familie, maar ik weet niet wat. Want het is een verrassing, dus ik ben echt heel excited. En de look die ik vandaag ga maken is dus de look die ik die dag ook echt daadwerkelijk ga dragen. Ik persoonlijk hou altijd wel van een full glam lookje, maar wel een beetje neutrale kleurtjes. Het wordt een beetje een soft glam look. Dat is echt ieder jaar zo. Maar dat is gewoon de look die ik persoonlijk het mooiste vind op mijn gezicht. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up tutorial. Oké, het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies en dagcreme. Voor de rest nog helemaal niks. Ik ga beginnen met mijn gezichtsmake-up en ik ga als allereerste mijn gezicht primen. Ik ga mijn gezicht primen met de Urban Decay All Nighter Face Primer. Die gaat er echt voor zorgen dat mijn make-up super lang blijft zitten. Deze is echt het geld waard. Deze doe ik echt bijna altijd op als ik weet dat ik mijn make-up echt heel lang moet ophouden. En hij werkt echt super goed. I love it. Dan ga ik in met mijn Huda Beauty Stick in de kleur 350G. Ik ben ook heel benieuwd wanneer zijn jullie allemaal jarig. Let me know beneden in de reacties. Zijn er ook mensen in september jarig? Misschien zelfs ook 18 september, precies als mij. Als je dat bent, laat het me dan alsjeblieft eventjes weten. Want dat zou ik echt zo leuk vinden. Ik ben een maagd. Dat is mijn sterrenbeeld. Ik weet dat heel veel mensen dat altijd heel interessant vinden om te weten. Ik heb er echt helemaal niks mee, maar ik dacht ik laat het toch eventjes weten voor de mensen die dat wel graag willen weten. Deze kwast is echt de fijnste foundation kwast ever. Dit is de E63 van Morphe. Dit is echt zo'n fijne kwast. I love it. Ik weet, het lijkt nou allemaal een beetje geel, maar het komt goed. Dan ga ik mijn gezicht ook contouren met iets van Huda Beauty. De Huda Beauty Contour in de kleur medium. Echt een super fijne contour cream. Het is vandaag zo'n warme dag. Ik film deze video op woensdag 8 september. En het is vandaag echt like 28 graden of zo. En ik zit hier te smelten in mijn zolder. Dan ga ik in met mijn e.l.f. Camo Concealer. Deze heb ik in de kleur Medium Scent. En wat ik na de concealer ook nog altijd doe, is dat ik met mijn contourkwast nog een beetje over de contour heen ga. Want de concealer gaat er vaak een klein beetje overheen. En dan kan ik het zo nog een beetje terugbrengen. En dan wordt alles zo heel mooi in elkaar geblend. Dan ga ik poederen met mijn Coty Airspan poeder. En dit is de versie met extra dekking. Deze poeder gebruik ik ook echt altijd wanneer ik weet dat ik mijn make-up heel lang moet oplaten. En dan like always ook mijn neus contouren met dit Revolution paletje. En ik gebruik deze kleur. En dan mijn Maximo Fixing Spray om alles mooi te hydrateren. Hij is al bijna leeg, maar ik heb hier letterlijk nog 6 andere flesjes staan. Ik ben helemaal vergeten om wenkbrauwgel aan te brengen. What the F. Die ik gebruik is van NYX Cosmetics. De Bush Tamer. Die is echt super fijn. Oké, dan ga ik beginnen aan de ogen. En we gaan een klein beetje oogschaduw aanbrengen. De laatste tijd ben ik echt obsessed met deze quads van Morphe 2. Deze heb je echt in een heleboel kleurtjes. De kleur die ik heb is Stay Golden, maar ik heb ze allemaal. Maar dit is mijn fave kleur. En dit is zo'n quad. En dan heb je hier een glanzende oogschaduw. Daaronder heb je een hele mooie blush. Daaronder heb je een lipproduct. En de onderste laag is een pressed glitter. En ik gebruik deze de afgelopen tijd zo ontzettend vaak, omdat
omdat het gewoon zo makkelijk is. Deze zijn zo makkelijk en snel om mee te werken. Ik vind het echt fantastisch. En deze gebruik ik echt by far het meeste. Je kunt ze gewoon bestellen op de EU-website van hun. Je betaalt geen douane of extra shit, want dat hebben hun al betaald voor ons. Dus je hoeft alleen maar 5 euro verzending te betalen. En ze zijn iets van rond de 14 euro per quad. Maar ik vind ze echt amazing. Oké, we gaan even inzoomen op de oven. Ik ga beginnen met deze prachtige blush. Het is dus officieel een blush, maar ik gebruik het als een matte oogschaduw in mijn arcadeboog. De kwast die ik gebruik is van Zoeva 228 Fluffy Kwast. En dan pak ik gewoon een beetje van die kleur. En dan breng ik die gewoon zo helemaal aan in mijn hele arcadeboog. Het is dus echt een heel mooi effect als je hem zowel hier gebruikt als een echte blush. Want dan komt alles zo heel mooi samen omdat je één kleur gebruikt. Dat is echt een heel mooi effect. En ik blend zo een beetje omhoog, zeg maar. Alsof ik een cut crease maak, maar dat ga ik niet maken. Jullie gaan echt zien hoe makkelijk en snel dit gaat zijn. De kleur is by the way niet helemaal mat. Het heeft een beetje een satijnen finish. Dan ga ik in met deze prachtige glanzende kleur. Die pak ik gewoon zo een klein beetje met mijn vinger. Dan breng ik die gewoon heel makkelijk en snel aan over mijn hele ooglid. En dan als ik dat heb gedaan, ga ik weer in met mijn kwast. En dan ga ik het een beetje blenden bij de randen. En dan blend alles mooi in elkaar in. Je zou het gewoon eventueel gewoon zo kunnen laten. Maar ik ben altijd een beetje extra. Dus ik ga ook in met de pressed glitter. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Dit is echt fantastisch. En je hoeft ook helemaal geen lijm te gebruiken. Bij een pressed glitter hoef je in principe nooit lijm te gebruiken. Bij een losse glitter wel. En ik pak weer gewoon een klein beetje zo met mijn vinger. Niet al te veel, gewoon een klein beetje. En dan druk ik het zo in op mijn ooglid. Dit is echt prachtig. Kijk even hoe leuk dit is. Dit kan een beetje too much zijn voor sommige mensen. Maar het is ook mijn verjaardag. Dus ik mag een beetje too much zijn. Ik vind het echt super mooi. I love it. Oké, ik breng verder niks aan op de onderste wimperrand. Want ik wil een beetje dat gelifte cat eye effect creëren. Dan ga ik een winged eye eyeliner aanbrengen. Daarvoor gebruik ik de Elf eyeliner. Deze is super fijn. En ik maak een best wel heftige wing. Als mascara gebruik ik mijn Clarins 4D mascara. En dan als nep wimpers mijn faves van de Primark in de stijl 730. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn ooglook is helemaal af. Ik vind het echt fantastisch. I love it. Vooral die glittertjes zo erop. Super, super mooi. Nu ga ik mijn gezicht bronzen met mijn Revolution Mega Bronzer in de kleur 02 Warm. Dit is echt een prachtige warme matte bronzer. Deze bronzer gebruik ik echt al vanaf... dat ik hem heb. Ik heb hem echt al heel lang. Hij bestaat al heel lang. Je hebt hem ook in de kleur 1. Die is een beetje meer cool tone. Maar ik hou van warm. En dit is echt een van de mooiste, beste betaalbare bronzers ever. Hij is wel best wel gepigmenteerd. Dus pak niet te veel op in één keer. Anders kan het een beetje een bende worden. Maar voor de rest is dit echt mijn nummer 1 fave betaalbare bronzer. Gewoon nog steeds gewoon. Oké, en dan pak ik weer de blush uit deze quad. En dan ga ik hem ook gebruiken als blush gewoon. Deze kleur is ook echt super mooi. Kijk even dit. Staat zo mooi met mijn huidskleur. I love it. Dit is ook echt zo'n blushkleur die echt gewoon te combineren is met elke make-up look. Wat je ook doet. Deze staat gewoon echt overal bij. Ik vind hem zo mooi. Als highlighter gebruik ik mijn Huda Beauty Glow Obsessions Highlighter Palette in de kleur medium. En dit is echt gewoon mijn fave sinds ik hem ook al heb, zoals je kunt zien. En ik mix deze twee kleurtjes hier. En dan ga ik mijn gezicht een mooie glow geven. Oké, wat ga ik doen met de lippen? Ik heb zoveel lipproducten die ik echt geweldig vind. Ik denk dat ik inga met deze van SheGlam van Shein. In de kleur Warm Nude MAC. Dit is een lippot, een loodje en een lipstick in één. Echt super handig en een hele mooie bruine matte nude kleur. Kijk even hoe prachtig dit is. Echt super mooi. Heel mooi mat. Ik zou het gewoon zo kunnen laten. Maar dat ga ik niet doen. Want ik wil er een glossje overheen aanbrengen. Ik ga in met mijn Jeffree Star Cosmetics Lip Gloss. In de kleur Legends Only. Is een hele, hele lichte nude kleur. En die breng ik een klein beetje aan in het midden. Dan zijn we klaar. Even kijken. Nog een beetje fixing spray. Ik ga denk ik in met mijn Clarins Hydrating Fixing Mist. En dan zijn we klaar.
Nou jongens, dit was het dan. Dit is mijn 2021 verjaardags make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt een prachtige soft glam look. Het is ook helemaal perfect gegaan vandaag. Dit is echt de look die ik ga maken. Ik vind het echt fantastisch. En je bent redelijk snel klaar, ondanks dat het wel echt een full glam look is. Laat me weten wat je van de look vindt beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. En vergeet ook niet om mij te laten weten wanneer het jouw verjaardag is. Want ik ben echt super benieuwd. Ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. Ik vind het echt prachtig. Helaas ga ik vandaag niks doen, maar ja, whatever. Misschien dat ik gewoon ga forceren om vandaag iets te gaan doen. Gewoon puur omdat ik er zo mooi uitzie. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!